Ik ben Bart Wellrijks van personeelsmanagement van Stad Turnhout. Ik ben vooral aan het project bezig met de competenties in kaart te brengen en ontwikkelingsprogramma of trainingsprogramma te ontwikkelen voor de medewerkers van de peuterspeelpunten en de kinderopvang. Vandaag hebben wij een opleiding rond de computer, internet en sociale kaart. De bedoeling is dat de front office medewerkers, dus eigenlijk de kinderopvangers van Gabbers & Co. en de peuterspeelpunten, leren werken met internet en de sociale kaart, zodat zij klantgerichter kunnen werken naar de klanten toe. Sociale kaart geeft meer informatie over organisaties in de buurt, over de welzijnsorganisaties, maatschappelijke organisaties, waar klanten eventueel terecht zouden kunnen. Dus daar kunnen ze eigenlijk heel gericht gaan opzoeken en contactinformatie doorgeven aan de ouders. Dus eigenlijk een tweeluik. Eerst willen we natuurlijk de cursisten leren om in het internet zelf informatie op te gaan zoeken en dan daarnaast concrete websites meegeven om gericht door te verwijzen of rond klanten, diversiteit, meer informatie daarover te kunnen vinden. Ouders komen daarin natuurlijk voor de kinderopvang in eerste instantie, maar hebben ook vaak heel wat hulpvragen over bepaalde topics, bijvoorbeeld over hulpverlening, over gezondheid, over opvoeding hebben ze vaak vragen. Dus die medewerkers dienen ook voor hen als belangrijk aanspreekpunt en hulpkanaal voor die vragen.